Want zij, dames en heren, zullen vanavond mee bepalen welke jongeman 1 jaar lang de titel van Mr. Gay Belgium 2018 zal dragen. En die tevens, en dat is ook niet onbelangrijk, ons land internationaal zal vertegenwoordigen op de Mr. Gay World verkiezing. En heeft al gezien, ze zijn met 18, hè? En we starten de juryrij met de lifestyle en holiday zender OutTV. Want zij volgen de verkiezing op de voet. En ons volgende jurylid staat aan het hoofd van deze verhuisde zender, die ondertussen te bekijken is in Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Zweden. Helemaal Nederland, maar vanavond bij ons, dames en heren. Uw applaus voor CEO Mark Putman! In de BDM die altijd zo gepast gaf ons volgende jullie alvast te kennen dat ze zich zeer comfortabel voelt binnen de LGBT-gemeenschap. En ze stond daarnaast als DJ meermaals op de affiche van enkele grote gay-events. Laat jullie horen voor DJ-model en presentatrice Kelly Pfaff! Voor de eerste keer in de Mr. Gay-geschiedenis zit er een koppel in onze jury. En nee, het is niet Nicole en Hugo, maar wel een man die de regie van heel wat films op zijn naam heeft staan, zoals Dossier K, Het Vonnis, FC De Kampioenen en vele anderen voor zijn rekening nam. En een vrouw die weet hoe je boeken moet schrijven en mensen moet interviewen. En recent waren ze samen nog te zien in het VTM-programma Groeten Uit. Dames en heren, een warm applaus voor regisseur Jan Verheijen en zijn vrouw Lien Willaert. En ons volgende jurylid staat bekend als komiek, werkte regelmatig samen met Gaston en Leo en was te zien in heel wat theatershows en tv-programma's in binnen- en buitenland. Dames en heren, een luid applaus voor Jan van Dijk! De volgende dame in onze jury was laureate van de Belgische Lady Chef of the Year verkiezing en presenteerde enkele jaar lang het VTM-kookprogramma De Keuken van. Ze weet dus als geen ander hoe belangrijk een passie en doel in het leven is. Mag ik een warm applaus voor tv-chefkok Sophie de Mol? En de volgende jongeman in onze jury won in 2009 de Vlaamse Musicalprijs voor aanstormend talent. En talent heeft hij, vooral bekend door zijn rol als Jo in Ketnetreeks Spring. Enkele jaren geleden vertrok hij naar L.A. waar hij acteerde in enkele Amerikaanse films. Sinds kort terug in België, maar vanavond aan onze jurytafel. Uw applaus voor acteur, zanger en presentator Timo Desco. En enkele jaren geleden werd ons volgende jurylid bekend door haar deelname aan het bioprogramma Komen Eten. Maar vandaag is ze naast directrice van de Beauty en Lifestyle School uitgegroeid tot een echte mediafiguur. Dames en heren, Itsy Pitsy Poe, geef maar lekker toe, want hier is Nestia Poppen! Ja. En dan gaan we naar de andere kant van de juryrij. Nog meer schoon volk in de jury, want de volgende man is actief als internationaal model en werkte voor merken zoals onder andere Armani. Sinds jaren speelt hij een hoofdrol in de VTM-serie De Buurpolitie. Vanavond dus niet in een inspecteursuniform, maar streng en correct zal hij wel zijn, zei hij dan straks. Dames en heren, laat jullie horen voor Henny Serouet! De volgende jurylid won 4 maal het gouden oog als beste actrice. Ze werd vooral bekend door de populaire 1-reeks FC De Kampioenen als Carmen Waterslagers. Vandaag wel zonder haar hondje Nereltje in de jury, dames en heren, Loes van den Heuvel! En de volgende knappe verschijning in de jury staat meestal in mijn plaats de presentatie te verzorgen. Ze heeft een, heel wat talenten. Acteren, zingen, evenementen organiseren, ze doet het allemaal. En als je een trouwfeest hebt, dan moet je ook zeker waar zijn. Ze heeft ook een eigen kledingcollectie, dames en heren. Maar als jij dichterbij haar vingertje komt, draait zo helemaal rond en rond. Hier is Joy Stone! En de volgende dame in de jury moeten we zeker en vast niet uitleggen wat een verkiezing zoal inhoudt, want ze stond jaren mee aan het roer van Miss Belgium Beauty. Dames en heren, een vrouw met het hart op de juiste plaats, Mirjam Tjaak! De volgende jurylid kan je omschrijven als een creatieve duizendpoot, want naast het presenteren van heel wat programma's en evenementen en het schrijven van kinderboeken is ze sinds kort samen met haar man acteur Jan Schepers te zien in de musicalversie van het verhaal Wolfje, Dolfje, Weerwolfje. Morgen staat ze hier ook op ditzelfde podium in Theater Elkling, maar vanavond mag ze nog gewoon rustig aan de jurytafel blijven zitten. Uw applaus voor presentatrice Katja Retzij! Als
organisatie zijn we altijd blij om ook politici te mogen verwelkomen in de jury, omdat zij ook bepaalde thema's kunnen aanpakken op hun werkdomein. Dat de volgende dame in onze jury ging zetelen, werd al ruim in de media meegeven. Diversiteit en gelijke kansen is een belangrijk punt op haar agenda. Dames en heren, een luid applaus voor staatssecretaris Suhail Demir! De volgende jongeman in onze jury weet als geen ander hoe onze 12 finalisten zich nu voelen, want een jaar geleden werd hij zelf verkozen tot Mr. Gay Belgium 2017. Een zeer luid applaus voor Jamie de Bliek! Het volgende jurylid gaat nooit onopgemerkt voorbij. Ze is zangeres, presentatrice en actrice en werd vooral bekend door de meidengroep K3, maar maakte de laatste jaren ook haar opwachting in heel wat musicals. Was te zien als Belle in Beauty and the Beast, het derde seizoen van Liefde voor Muziek en ook als een van de coaches in The Voice Kids en bracht ook recent haar eigen muziek op de markt. Uw applaus voor Josje Huisman! En de volgende dame in onze jury vertegenwoordigde ons land enkele weken geleden op het Eurovisie Songfestival in Portugal met het nummer A Matter of Time. En tijd maakte ze maar al te graag om hier vanavond erbij te zijn. Een luid keelsapplaus voor Sunny!